Hey man, je weet dat mijn fiets gejat is. Ja ja, tijdens de opnames van mijn film op de Museumbrug, terwijl we allemaal met onze ruggen naartoe stonden op 2 meter afstand en ik ga zo snel mogelijk. Nee, het is oké. De fietsmaker wil nog een fiets over en ik ga hem nu ophalen. Ik kon hem zo meenemen, dus jij hoeft niets meer te regelen. Oké, dat komt goed uit. Ja, dat komt heel goed uit. Astrid en ik gaan vanavond uit eten. Ik heb gereserveerd bij... Had jij geen date of zo? Ja, ze zitten in mijn kamer te wachten op haar drankje. Oké dan, veel plezier man. Het gaat lukken. Wij bellen. Hier is je Cola Light met 1 ijsblokje, zoals je gevraagd had. Heel goed, dankjewel. En ben je klaar voor mijn laatste film? Kom maar op, Steven Spielberg. Nou, veel plezier ermee, hè? Ja, dankjewel. Sorry, gast geen tijd. Oké, sorry, gast geen tijd. Hey, mop, zullen we gaan? Ik ben nog even met mijn haar bezig. Matt, het is goed dat ik een fiets gekocht heb. Ik moet even de tijd inrezen. Zullen we niet zo? Oh, trutje. Dat je haar leuk zit. Oh, vind je? Hey, waar blijft die jongen nou, hè? Hij is vast even op. Hey, wat vind jij? Deze broek of deze? Dat is zo'n 3/4. Want ik heb ook nog dit t-shirtje hierbij en kan dan hierbij. Wat denk jij? Het allemaal zo lang duurt. Wat een mooie broek, zullen we gaan? Lang bij een fiets? Ik hoef mij niet meer. Lang bij een fiets, meneer? Geen zin om naar het station te lopen. Ik koop de fiets van die zwerver wel. Nou, dat durf je echt niet. Jawel hoor. Nou, laat zien dan. Ja, tot dan. Ja, tot dan. Ja, laat zien. Hé, gast. Is de fiets gepikt? Nee, joh, nee, hoe kom je erbij? Het is mijn eigen fiets. Maar ik heb geld nodig. Hoeveel moet je ervoor hebben? 20. 10. Oké, 5. 5? Ja, oké. Okay. Dit staat je echt prachtig. Echt, oh, echt super mooi. Zullen we gaan? Gefeliciteerd. Oh, dat als je maar opschiet. Zij wat? Nee, niks.
parkeren. Aardig fietsje. Zie je de fiets? Zometeen wel. 200 euro? Kom op. Ja, dat is dan nog geen van Brugge. Laten we nu maar even lekker door. Voordat we ons plek. Oké, dat heb ik 500 euro nog maar. Ik ben eigenlijk wat fietsjes voor aanhouden. Nou, hey, heb ik nog aandelen politie? Ja, ga even kopen. Kopen. Hey, lijkt me kom niet te dik in deze broek. Echt enorm. Nou, even serieus. Nee, echt serieus. Ik heb het wel 1000 keer gezegd. Je hebt geen dikke kont. Zonder te kijken. De mannen waren het er ook over eens. Je hebt gewoon geen dikke kont. Je hebt gewoon de mooiste kont van allemaal. Dat vinden de mannen en jij. Ja, ik vind dat ook. Toch? Ja. Nou, als dat is wat jullie doen op mannenavonden, hè? Nou, eigenlijk wilden we Sex in the City kijken, zeg maar, met jou en je vrienden. Dat is echt heel wat anders. Super filosofisch. Jezus, ik doe de volgende keer wel een tuinbroek aan. Couscous. Nee, geen couscous hoor. Nee, het laatst ook over die Marokkaanse aubergine-salade was ook niet weg te krijgen. Nee, ik werk hard en dan heb ik honger. Nee, doe maar iets normaals, spruitjes of zo. Ja, ik heb nou een lunchafspraak. Ik bel je nog wel, gewoon spruitjes of zo, hè? Ja, geen couscous. Prima. Ik bel je. Dag. Ja, dag schat. Dag. Meisje, je bent echt een allerliefste. En je hebt echt de lekkerste billen van de hele wereld. Maar kunnen we nu alsjeblieft gaan? Hé, hey, dat is voor mij. Ik ga wel. Wat heeft zij aan? Hé, hey, we zijn er nog niet over uitgepraat. Als je dat maar weet. Voor jou. Maar ik heb al een fiets. Ja, dan zet je die daar neer als je lekker band hebt. Oké, eerst is het kut weer maar droog. Een paar minuten later heeft het duidelijk geregend. Even daarna zijn de beelden uitgebeten door de felle zon en dan is het weer grauw bewolkt. Bovendien is het geluid nauwelijks te verstaan als een zakenman de fiets koopt voor 1000 euro van 2 agenten in Burger. Ja, als er meer dan een jaar zit tussen de opnamedagen heb je nog wel eens continuïteitsproblemen. Op het station waren bussen die het geluid verpesten en de fiets moest toch op de een of andere manier terug in het huis komen. Het is niet eens heel veel dezelfde fiets. Nee, dat kwam omdat die tijdens de opnames gejat werd op de Museumbrug. We stonden er allemaal te... Maar wat is in de film het centrale probleem van de hoofdpersoon? Wat voor ontwikkeling vindt er plaats? Wat is de boodschap? Heb jij soms 12 Oscars in de kast staan, Sofia Coppola? Hè, als je het allemaal zo goed weet, doe het dan zelf. Lijkt me een goed idee. Ik kom hier met die afstandsbediening. Thank you.
Kijk, Amélie Poulain. Dat is wat de mensen willen zien. Nu komt alles goed. Maar kijk dan. Oké, ik geloof dat het nu wel tijd is dat je weggaat. Je wil ook weggaan? Ja. Je zet me eruit? Ja. Jij? Zet mij eruit? Het was een date, geen college filmanalyse. Ik heb er nu wel genoeg van. Nou, doei. Dag. Ik heb het echt zo gehad met dat soort vrouwen.